Met zes tenen. Nou jezus, dat is ook saai, hè? Ik wil niet dat dat teentje gaat knijpen. Ja, het is best nog een heel gefriemel. Daarom ga ik ook vaak op wel een beetje staan, dat ik hem van alle kanten kan bekijken. Ja, doe hem niet helemaal dicht. Niet helemaal in. Kleine teen mag nooit dicht, toch? Nee. Grote teen wel eigenlijk. Nou ja, weet je, bij een grote teen. Ik kan de opening open blijven. Wat stond hier dan? Toch? Ietsje open. Kijk maar eens naar de spieren van de kleine teen. Die hebben een heel eigen spierstelsel. Ja, ga ik even kijken aan de bovenkant. Je kan natuurlijk niet, als ik zit, kan ik niet kijken van hoe ziet het er dan hier uit. Dan heb ik hem daar ietsje hoog gehouden. Want ik wil dat dit gedeelte drukvrij is. Dingen aardig in de richting. Ziet er aan deze kant heel mooi uit. En waarom gebruik je nu 10 als ik iets dunner doen hier, of niet? Hij is hier ietsje langer of dunner. Dunner? Ja? Ja, zo ja. Zo, beter? Ja. Zie je wel dat je dus inderdaad, dat het handig is om even te gaan staan en van de voorkant te kijken. Want zo zit hij meer aangesloten. Precies. Ja. Nou, dan hou ik die teentje weer van elkaar, hè, want ik wil niet dat die teentjes... Die buitenkant wil je hoog houden, zei je dat? Nou? Ja.